Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Een vraag die wij Shiiten vaak krijgen is het volgende. Waar staat imamen in de Edele Koran geschreven? Om deze vraag te beantwoorden moeten wij eerst gaan kijken. Wat heeft Allah subhanahu wa ta'ala gezegd over de gelovigen? Wat is verplicht over de gelovigen om te volgen? Allah subhanahu wa ta'ala zegt in Surat al-Nisa, in hoofdstuk 4 van de Edele Koran, het volgende. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الله سبحانه وتعالى zegt in سورة النساء het volgende: O gij die gelooft, volg Allah en zijn boodschapper en degenen die onder u gezag hebben. Allah سبحانه وتعالى zegt, volg Allah en volg de profeet en volg de leiders onder jullie. Wie zijn dat? In de Shiïtische bronnen, in Tafsir al-Burhan, is er een overlevering van Jabir ibn Abdullah al-Ansari, radiyallahu anhu, de trouwe metgezel Jabir, dat hij aan de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vraagt wie deze leiders zijn. Want Allah zegt, volg Allah en zijn boodschapper en ulil amr. Wie zijn ulil amr? Jabir vraagt aan de profeet, ja Rasulallah, wie zijn ulil amr? De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, o Jabir, dat is Ali ibn Abi Talib, al-Hassan ibn Ali, al-Hussein ibn Ali, Ali ibn al-Hussein en Muhammad al-Baqir. Jij zult Muhammad al-Baqir zien, groet hem namens mij. Vervolgens Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, Musa al-Kadhim, Ali al-Rida, Muhammad al-Jawad, Ali al-Hadi, al-Hassan ibn Ali en zijn zoon die mijn naam heeft, Muhammad al-Mahdi, ajalallah ta'ala farajahu al-Sharif. In de Shiïtische bronnen staat duidelijk geschreven wie de 12 imams zijn. Vaak krijgen wij deze vraag. Toon mij aan dat de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de imams bij naam heeft genoemd. Antwoord Tafsir al-Burhan in Surat al-Nisa, vers 59. In de Soenitische boeken zien wij ook dat de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam naar imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam heeft verwezen. Bijvoorbeeld in het boek In al-Mustadrak al-Sahihain van al-Naysapuri, overlevering 4675. De profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zei: wie mij volgt, heeft Allah gevolgd. Wie tegen mij ingaat, is tegen Allah ingegaan. En wie Ali volgt, heeft mij gevolgd. En wie tegen Ali ingaat, is tegen mij ingegaan. Dus degene die imam Ali alayhi salam volgen, zij volgen wat Allah subhanahu wa ta'ala en zijn boodschapper willen. En wie tegen Ali ingaan, zij gaan tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam in. En zij gaan tegen Allah subhanahu wa ta'ala in. Dus degene die Abu Bakr ibn Abi Quhafa volgen, zij gaan tegen de profeet in en tegen Allah subhanahu wa ta'ala. Want nergens heeft Allah subhanahu wa ta'ala gezegd dat Abu Bakr een deugd heeft. Nergens heeft Allah subhanahu wa ta'ala ooit verwezen dat Abu Bakr de eerste khalifa moet worden. Nergens heeft de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dat gezegd. En daarom zeggen wij ook het tussen haakjes, het leiderschap. Het is geen leiderschap, het is een tirannie van Abu Bakr. Is niet door Allah gekozen en niet door de profeet sallallahu alayhi wa sallam, maar is een innovatie van de opponenten van de Soenieten.